Vorig jaar kwam Toby met het idee van zullen we een jaar gaan vissen? En ik heb er heel even over na moeten denken. En ik dacht, ja joh, leuk, doen we gewoon. Ja. En jullie komen een jaar lang niet thuis? Nee. Ja, je lacht erom, maar ga je dat niet missen? Nee, totaal niet. Dit is de vijver bij de Koperen Hoogte. En precies op deze plek is vorig jaar het idee ontstaan bij Toby en Vrouwtje uit Veendam. Ze willen 365 dagen achter elkaar vissen door heel Nederland. Slapen doen ze in de tent. Nou, ten eerste is het onze hobby. Dus wij vinden het natuurlijk ontzettend leuk om te doen. Maar wij willen hiermee ook de aandacht vestigen op de jeugd, dat die wat meer achter de spelcomputers vandaan komen en bijvoorbeeld wat meer aan het water gaan zitten. Wij willen ook een beetje de aandacht vestigen op de dames onder ons van de kuipervissen. Dat is toch een beetje een ondergeschoven kindje. We worden vaak niet serieus genomen. En het milieu willen wij mensen opwijzen van neem je vuil mee naar huis, gooi het daar weg. Gooi het niet in het water, gooi het niet in de struiken. En dat is eigenlijk ons doel. En jullie zijn buren van elkaar en wonen in Veendam. Ja. En jullie komen een jaar lang niet thuis? Nee. Ja, je lacht erom, maar ga je dat niet missen? Nee, totaal niet. Het enige wat ik heel af en toe mis, is ons warm bad. Ja. Maar voor de rest, nee, de tent is ons huis. En wij voelen ons ook thuis in de tent. Hun dag bij deze vijver kan in elk geval niet meer stuk, want Vrouwtje deed een persoonlijk record met het vangen van deze enorme vis. Ik had een spiegelkuiper van 45 pond en ik heb de geëikte emmer water over me heen gehad, want dat hoort zo als je je pb verbreekt. Ja. Dus ja, ik heb al een nat pak gehad. Oh, is dat water gewoon hier uit de vijver? Ja, het was koud, niet oh, warm. Oh, lekker zeg. Ja, en het is maar 6 graden. Ja, 6 graden water. Goed, nou, jullie zijn nu bij de Koperen Hoogte aan het vissen in deze vijver. Hoe lang blijf je hier nog? We blijven hier tot morgenochtend. Dan pakken we in, vrij op tijd. We hebben het weerbericht een beetje in de gaten gehouden. Want met windkracht 7 een tent inpakken is ook niet alles. Nee. Dus dan gaan we morgen vroeg weg en dan gaan we richting Bad Hem. Ja, oh, je blijft in Overijssel? Ja, voorlopig heel even. Ja, nu is zo. Ja. Ja.